Hilde van Wezenpoel, in Vergeet Barbara, welke rol speel jij? Ik speel eigenlijk een bakkerin, Simon, die in Dorpegem de broodjes bakt. En die, dat is nogal een fenomeen eigenlijk. Ja. Een leuke rol? Heel leuke rol, ja. Ik vind het heel plezant om te doen. Wat heb jij met Wiltura? Die kwam zelfs vroeger bij ons naast de deur. En ik ben er als klein kindje nog naar gaan zien en zo. Dus. Er was dus een zaal naast jullie deur, bedoel je? Er was een soort zaal naast ons waar ik opgegroeid ben. En daar kwam die dikwijls zingen en dan gingen wij er altijd naartoe met de hele familie. Ja. Wat is jouw lievelingsnummer van Wil? Viva la vida en Arme Joe. Mag ik er twee zeggen? Ja, hè? Bij deze. Is het nu toeval dat jij twee nummers uit de jaren 60 neemt? Oei, nee. Daar had ik zelfs niet aan gedacht. Nee, nee. Maar ik ben wel van de jaren 60, maar nog net. Eigenlijk, nog net. Ja, want de nummers zijn ouder dan jij, denk ik. Ja, toch wel. Maar ja, die blijven gewoon, ja, gehoord op de radio, thuis. Het blijft gewoon, hè. Nu nog zelfs, dus. Waarom moeten de mensen naar Vergeet Barbara komen kijken? Omdat het een heel, heel plezant spektakel is. Er zit heel veel humor in en er is ook wel een beetje emotie bij. En het is gewoon één gezellig spektakel. We hebben ook het liefst dat mensen meezingen, dat ze zich amuseren, dat het een feestje wordt eigenlijk. Gilde, tot ettelijke jaren geleden hing er een klever op jou van familieactrice, dat ben je precies helemaal kwijt, hè? Want ja, ze vragen jou nu regelmatig voor een musical, heb ik de indruk. Ja, maar ik niet vergeten, ik deed dat daarvoor ook al, hè? Dus voor familie heb ik ook verschillende musicals gedaan en tussendoor ook nog wel en theater, dus het is niet helemaal zo nieuw terug, maar ik mag niet klagen en ik ben zeer blij met de kansen. Wordt het een druk 2023 voor jou? Ja. Er komen dus nog dingen aan. Ja. Ook bij Studio 100. Wie zal het zeggen? Jij misschien? Nee. Ik ga nog niks zeggen. Je mag niet van Gert? Dat weet ik niet. Nog? Probeer maar. Doe maar.